nacht. De Barry Paf Show. Van chloor tot bleek is het natuurlijk precies hetzelfde. En alle andere schoonmaakmiddelen waar je het voor kan gebruiken. En zij weten letterlijk alles. Het olijke duo Louisa en Rowan, transgender duo, die tegenwoordig ook een soort schoonmaakgoeroes zijn geworden, beginnen vanavond met een nieuw TLC-programma. Eerste hulp bij poetsen. Louisa, goedemorgen. Hi. Nou, voordat we het over het programma gaan hebben, je zal het ongetwijfeld ook hebben meegekregen. Het aantal coronabesmettingen is gewoon weer gigantisch gestegen ten opzichte van vorige week. Hebben jullie nou tijdens coronatijd ook extra veel gepoetst in jullie eigen huis? Extra veel schoonschat. Het was één grote puintje. Dat moest extra veel schoongemaakt worden, want anders was het niet schoon. Af en toe dacht ik echt van, je kan er beter de rode hanen gooien, gewoon de brandstapel op, want dat is enorm schoon. Weet je in ieder geval dat je goed zit. Maar stel, hè, ik ben mijn huis aan het schoonmaken. Jij weet natuurlijk echt overal wat van. Ik weet echt van toeten opblazen. Waar moet ik dan op letten? Waar moet ik aan denken? Wat voor spul moet ik gebruiken om het gewoon helemaal corona-proof te maken? Nou kijk, je kan, als je zoiets hebt van, ik hou niet van die, van die chemische troep, dan kun je vooral azijn gebruiken of water met een ui om het toch allemaal schoon te maken. Ah, oh. Water met een ui? Ja. Ja, ik doe bijvoorbeeld de ramen lappen, dan leg ik er een ui in, die snij ik in stukken, die gooi ik in het water en dan lap ik de ramen en dan krijg je toch een mooie glans van. En je hebt ze lekker schoon. Echt waar? Maar ik wou net zeggen dat je denkt, god, wie heeft hier een haar in gegeten? Want uienlucht blijft lang hangen, vooral rauwe ui. Ja, toch? Nee, het valt wel mee om met water. Op zich blijft het een half uurtje en dan is het gewoon weg. Maar ja, er zijn ook mensen natuurlijk die hebben geen schoonmaakmiddelen in huis. En dan kom je ergens binnen en er staat nog geen flesje bleek, noem maar wat. Ja, dan moet je zelf improviseren om gewoon een emmertje met een ui te maken. En daar even mee aan de slag te gaan. Wat grappig, je had nooit geweten dat dat werkt. Wat goed. Hé, hey, stel nou, ik ben aan het schoonmaken. Maar dit zijn nou echt de meest vergeten plekjes in huis. Denk daar nog even extra aan. Nou, ik denk vooral de kranen en achter een wc, dat je er toch die randjes onder bij de pot meepakt. Die worden vaak niet gedaan. Dat wordt gewoon voor het vloertje gedaan en de wc misschien. Maar achter, ja, daar komt natuurlijk ook een en al zooi te zitten. Zeker. Dat kom ik toch wel vaak tegen. En een kraan op een douche of in een keuken, tussen die randjes en tussen de draaiknoppen, daar wordt het vaak ook niet echt gedaan. Trouwens, ook altijd een moeilijk onderwerp, hè? Het schoonmaakdoekje. Het gele schoonmaakdoekje. Hoe denk jij daarover? Wel gebruiken of moeten we wat anders pakken? Nou, ik gebruik gewoon het gele schoonmaakdoekje, schat. Ik gebruik hem en daarna gaat hij de prullenbak in. Ah, precies. Jij wast hem niet of je laat hem 2 weken op de verwarming liggen en je gaat hem dan nog een keer gebruiken. Hup, plop, meteen in de vuilnisemmer. Oh, nee. Ach, nee. Nou, dat zijn in ieder geval weer een paar goede tips. Maar denk er dus aan, alle hoekjes, alle gaatjes en water met een ui of azijn. Dat is het magische schoonmaakmiddel. Grappig, joh. Daar krijg je gewoon mooie schone ramen van. Nee, en het programma, het is nieuw op TLC, eerste hulp bij poetsen. Wat is nou het meest smerige wat jij hebt meegemaakt tijdens het opnemen van de serie? Nou, schat, je wil niet weten wat ik allemaal mee heb gemaakt. Ik wil het wel weten. Ja. Het laatste huis was toch wel echt een drama. Daar waren we bezig en we maken de ijskast open. Nou, er kropen gewoon maden uit. Oh. Ja, echt. De maden liepen over de grond in de ijskast. Ik heb die ijskast de tuin in geflikkerd en ik heb de hoge druk gepakt. Ik denk, dat ga ik niet met een doekje doen. Nee. Ik heb de hoge druk gepakt met mijn nichtje en we hebben het helemaal schoongespoten. God, maar wat had hij laten staan dan? Een pannetje met mosselen? Moet ik het zien? Nou, er stond rot vlees. Er stond, volgens mij stond er nog een spacecake van 2 jaar geleden. Hè? Lekker. Trouwens, in alle uil hebben jullie ook nog een schoonmaakliedje gemaakt. Even een heel klein stukje daarvan. Eerst zorgen, dan shoppen. Niet lullen, maar de wasman vullen. Wat wijden, wassen en strijken. De kiet ruikt weer naar roosjes en alles is blink blink. Ik hoor een klein beetje klein carnaval zit hier, Louise. Ja, dat kan je overal gebruiken. Met de carnaval, met de kerstmis, noem het maar op. In alle hoeken, in alle gaten, lekker poetsen op TLC. Weet je, nou, het mooie is, we mogen ook nog wat weggeven, heb ik me laten vertellen. He, want het gaat allemaal gebeuren. Kan je nou niet wachten om de afleveringen te zien? Ja. Van eerste hulp bij poetsen. Dan gaan we dus, hoeveel mogen we er weggeven, Stefan? 3 jaar abonnementen. Kijk. Ja, geweldig. Kunnen alle mensen al vooruitkijken die niet kunnen wachten, kunnen gewoon een week vooruitkijken. Wat zo. Nou, als je kans wil maken op deze prijs, dan zou ik zeggen, stuur even lekker poetsen. Doe niet te moeilijk, gewoon lekker poetsen met de 100% NL-app. De eerste 3, die krijgen zo'n jaarabonnement. En Louisa, ja, wij zitten vanavond om 8:30 voor een prachtig schone televisie zonder stof gaan we kijken.
Nou, gelukkig. Dat vind ik geweldig. Een schone tv, daar hou ik van. Lekker, hè? Ja, dan zie je tenminste een beetje helder. Lekker water met een uitje ernaast. Ja, nou, die blijft wel hangen bij jou, hè, dat water. De ui blijft hangen, zeker. En vooral de geur. Goed, maak er een mooie donderdag van. Leuk je hebt gesproken te hebben. Dankjewel. Oké, doei. It's